Welkom bij dit online event van de Nederlandse Vereniging van Banken. De kickstart dus van 2021. Laten we beginnen. Onzekerheid is het woord van nu. De nieuwe vertrouwensmonitor is er. En wat valt jij daarin op? Wat erg opvallend is, is dat als je nou naar 5 jaar geleden terugkijkt, toen hadden er veel meer mensen weinig tot zeer weinig vertrouwen in banken dan mensen die veel vertrouwen in banken hadden. En dat is omgedraaid. Wat banken, medewerkers van banken en banken in Nederland het afgelopen jaar hebben laten zien, is dat ze naast hun klanten staan. En dat ze dus ook bijdragen aan het door deze crisis heen komen. We hebben niet het afgelopen jaar 30 miljard meegeholpen om vervolgens te zeggen van nou, laat nou maar, we laten het onze handen vallen. Juist ook op weg naar de verkiezingen, van links tot rechts. Mm-hmm. Dat je de omstandigheden creëert waarin je een sterke, in Nederland gewortelde bankensector hebt. Banken die hun bijdrage hier leveren. We have to use this crisis as an opportunity to build a more resilient, sustainable and digital Europe. And I think people's expectations are now heightened because of COVID. And they want the financial sector to deliver on social, environmental and climate objectives. Veel meer dan de afgelopen maanden is dat ondernemers echt, ik zou bijna zeggen, in paniek zijn. Dus het water staat nu echt aan de lippen. Heel erg belangrijk is natuurlijk ook, er zal behalve dat de steun hier nu omhoog moet, we moeten ook een oplossing vinden voor dat eigen vermogen wat uitgeput is. Oké, hierboven zie ik, half. Hoe zorg je dat je betrokken blijft? Hoe zorg je dat je begrijpt wat er speelt? Banken zijn wat mij betreft als geen ander verbonden aan het herstel van waarde. En dan gaat het er dus om dat niet die financiële waarden alleen centraal staan, maar juist ook die waarden van impact op mens en milieu. Er zijn een aantal grote transities die nu nodig zijn. En ik hoop dat het vertrouwen waarvanuit we nu hebben geacteerd, dat eigenlijk een rugwind is om die veel sneller op te lossen. Stay safe en samen gaat het ons lukken.